de blazers aan de pantalons, de semi-travel blazers aan pantalons, die zijn weer binnen in de nieuwe najaarskleuren. Ik heb nu de blazer aan in een kort modelletje, maar we hebben hem ook in een iets langere. Ik ga hem dadelijk even meteen laten zien. Ik leg hem hier vast neer. Die blazers hebben we van maat 36 tot en met 44 en die vallen goed op maat. Ik heb de 38 aan en daar heb ik normaal gesproken ook. Hij kan dicht. Ik zou dat niet doen, want ik vind dat niet zo heel mooi. Maar ik laat het wel heel even zien. Maar een blazertje draag je eigenlijk lekker los. En als je slim bent, dan hang je hem niet in de kast, maar aan de kapstok. Want dan ga je het ook heel vaak als een leuk jasje gebruiken. 59,95 zijn ze. De pantalons zijn ook binnen, maar dan heb ik een S aan in plaats van een M. Omdat de M pas volgende week weer op voorraad is. De S vind ik dan bij mezelf... Ja, eigenlijk net iets te strak zitten, omdat ik het leuker vind als daar wat losser zit. Dus ik zou hem gewoon op maat pakken. Bij twijfel tussen twee maten, dan zou ik wel de kleinste maat pakken. Want het loopt er een heel klein beetje uit. Maar ik vind het persoonlijk leuker als je dus iets losser zit als wat ik nu heb. En zeker, ik heb niet zo'n hele gladde benen, dus dan gaat dat ook eerder aftekenen natuurlijk. Maar het zijn wel super fijne broeken. Er zitten achter paspelzakjes op. Hierboven een elastische tailleband met een koordsluiting. En dan onder is hij één keer omgeslagen. Bij langere benen, er zijn klanten geweest, die hebben met een torenmesje het omslagje nog eruit gehaald. En dat ging goed. Dus dat zou dan eventueel ook nog kunnen, want er zit wel vastgenaaid, zeg maar. De broeken 49,95. En dan zal ik meteen dat andere jasje laten zien. Die vallen iets ruimer uit, dus daar heb ik een S van. En dan zit hij nog steeds aan de ruime kant. Kijk, wel heel leuk, ook die lange blazers. Kijk, en met een langere blazer vind ik het niet erg als die broek wat smaller is. Want dan vind ik, dan hangt het toch een heel eind over mijn benen en dan is het wat meer bedekt. Maar je ziet al, de S is bij mij nog steeds aan de ruime kant. Dus dat is een anderhalve maat... Vind ik wel dat ze groter vallen. Kijk, ik doe hem nou dicht. Dan heb ik ook nog meer dan plaats genoeg. Die zakjes, die moet je nog even openmaken met een torenmesje. Maar wel een heel leuk modelletje, vind ik. En deze modellen, die langere modellen, zijn 69,95. En dat semi-travel, daar bedoel ik mee dat het hetzelfde comfort heeft als travelstof. Heel veel stretch zit erin. Het is alleen iets dikker qua kwaliteit, dus je kan het ook in de winter dragen. En het is 70% viscose en de rest is nylon met elastan. En dat zorgt er dan weer voor dat het mooie model blijft, maar ook dat de kleuren mooi blijven. Nou, je kan het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.